Jeffrey, stond deze wedstrijd volledig in het teken van een revanche nemen? En dan denken we aan de verloren bekerwedstrijd tegen de Treffers en de verloren competitiewedstrijd van afgelopen dinsdagavond tegen AFC. Nou ja, ik denk niet echt dat revanche het goede woord is. We zitten de laatste weken een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Dus ik denk dat het voor ons vooral belangrijk was om vandaag punten te pakken. En dat hebben we goed gedaan. Ja, en dan krijg jij na 3 minuten gelijk de eerste kans. En die had erin gemogen of gemoeten. Ja, ik denk, ja, het was wel buiten de 16. Er stonden heel veel mensen voor. Dus ik moest hem aan die kant van het doel inschieten. Hij werd volgens mij nog aangeraakt. En ja, die keeper pakte hem gewoon goed. Als je het vergelijkt met afgelopen dinsdagavond. Het was minder spectaculair, maar wel veel degelijker. Ja, ik vond dat we dinsdag ook een hele goede wedstrijd speelden. Organisatorisch speelden we iets anders dan normaal. We speelden iets terughoudender. En dat pakte dinsdag pakte dat goed uit, alleen was het resultaat daar niet. En vandaag voerden we dat ook goed uit, vond ik. En maak je de kansen wel af en win je meer dan terecht, denk ik. Ik ga even naar een moment in de tweede helft. Een kwartiertje spelen. Ja, er zijn weinig toeschouwers, dus ik hoorde jij zeggen tandje erbij. En 2 minuten later viel de 3-0. Werkt het zo makkelijk bij jullie? Ja, als ze maar luisteren naar mij, hè, dan gaat het goed. Nee, je probeert gewoon eventjes. Je merkt dat we de tweede helft niet heel goed starten. Dat we wat optimistisch gaan spelen. En toen kwamen we wat beter in het spel. En toen moesten wij even een tandje bijgeven. En gelukkig maakte Jeroen Spruit nog even 3-0. Ja, vlak daarna 3-0. Toen liep trainer Wisman scherp blijven, niet verslappen. En naar hem luisterde ze niet, want toen werd het 3-1. Ja, dan moeten we maar omgeruilen dan, hè? Nou, dan, Goed, die 3-1, dat zag er een beetje lullig uit. Dat was wel een goede goal trouwens. Alleen, ik denk dat we verder niet echt vandaag in de problemen zijn geweest. En meer dan terecht hebben gewonnen. Hey, ik ga het toch maar even door. Hè. Als ze zo goed naar je luisteren. Nou was je vorige week tegen Quick Boys de aanvoerder. En sinds deze week niet meer. Waarom is dat dan? Ja, Roderick. Hè? Roderick is weer terug. Dus je hebt altijd baas boven baas. Dus in ieder geval moet ik me meer erin erkennen in Ro. Nou ja, goed. Dat is niet zo belangrijk verder. Goed, even naar jou. Deze week een drukke week. In die zin, er is een besluit gekomen. De club hoorde dat jij wellicht wel wilde stoppen, ja of nee. Je hebt een besluit genomen. Wat kan je toelichten? Ja, ik heb mijn contract verlengd. Dus daar ben ik natuurlijk blij mee. Ik heb voor het eerst, moet ik eerlijk toegeven, in mijn carrière serieus overwogen van wat wil je. Daar komen natuurlijk bepaalde dingen bij kijken. Ga je over nadenken, dingen tegen elkaar afstrepen. En uiteindelijk ben ik natuurlijk super blij dat ik... dat ik me fit voel en dat ik hier mijn contract heb verlengd. Ja, dan denk je waarschijnlijk terug aan de langdurige blessures die jij de afgelopen 3 jaar gehad hebt. Nou ja, onder andere, maar onder andere ook je thuissituatie, de hele situatie met corona. Dat zijn natuurlijk dingen die je meeneemt in een beslissing. Alleen ja, ik heb die dingen allemaal overwogen en uiteindelijk gewoon besloten om door te gaan. En wat trek je dan echt over de streep? Nou ja, natuurlijk een spelletje. Je zit op voetbal vanaf de meeste rond een jaar of 5, 6. Dus ja, dat is ook een beetje je leven geworden. Dus het is lastig om daar afscheid van te nemen. En dat heb ik nu ondervonden. En je wil afsluiten met een kampioenschap natuurlijk. Ja, dat zou natuurlijk mooi zijn. Maar laten we eerst dit seizoen maar eventjes normaal uitvoetballen. Oké, waarschijnlijk nu winterstop gaan vieren, hè? Nou ja, we weten niet waar naartoe gaat. We hebben er allemaal geen invloed op. Dus laten we maar weer even afwachten wat er deze week allemaal weer tevoorschijn komt. Goed, geniet van de vrije tijd die je dan heel veel krijgt de komende weken. Ja, ik weet het niet. Het ligt eraan wat de trainer van plan is. Dus we gaan het zien.